Het is ik, zet. Het geluid zachter, zet. Daaraan kan je zien dus dat het gebiedende wijs is. Ja, het is toch wel weer spannend om de 1,5 meter regel in acht te nemen. Continu daar waakzaam op te zijn. Met 10 of 11 kinderen is dat toch makkelijker dan nu weer met 25. Wie weet, welk woordje moet je nu invullen voor het onkruid? Ik denk wiet, want er staat kun je het... Voor de leerlingen is het weer oud en vertrouwd. Want ze hebben school en de volle klas toch wel gemist. Nu is het veel leuker met de volle klassen. Zie je vrienden weer. Want die heb je wel gemist. Ja, een tijdje niet meer gezien. Eerst vond ik het wel ook leuk, maar toen het nog langer ging, nog langer ging duren, vond ik het wel een beetje saai vinden in ons huis. Ja, het was ook wel spannend eigenlijk. Want je zag ze al bijna 14 weken niet. Spannend ook omdat je toch denkt van ja, is het wel veilig? Ja, soms wel. Waarom? Omdat wij niet soms 1,5 meter houden. Gewoon dat het moeilijk is om te houden met kinderen. Maar de kinderen hoeven daar geen rekening mee te houden. Vooral de leerkracht heeft daar last van. Daarnet waren ze allemaal aan het werk met begrijpend lezenles. En dan wil je toch eigenlijk rond gaan lopen en even helpen en kijken waar zijn ze en ze op weg helpen. En dat kan nu niet. Dus ik sta heel erg hier vandaan, vanaf vooraf aan in de klas sta ik gewoon te kijken wat ze eigenlijk aan het doen zijn of ze wel aan het werk zijn. Dus een beetje een soort controle mis ik nu wel een beetje. Dus dat maakt het wel lastiger. En wat betreft het ziekteverzuim, alle leerkrachten zijn er gewoon. Het aantal zieke leerlingen wijkt niet heel erg af van normaal. Ik denk dat ik er per klas ongeveer 2 niet heb. Dus het valt mee. Ik heb 30 groepen, zijn er denk ik 60 niet. Maar ja, ik heb wel 720 leerlingen, dus dat valt mee.